dat je weer komt kijken bij een nieuw filmpje van Renske Creatief. Nou, ik ga jullie laten zien hoe ik mijn kabelvest heb gemaakt. Ik heb het patroon uitgeschreven en die vind je op mijn site www.renskecreatief.nl. Er zitten ook foto's bij en wat diagrammen. In dit filmpje ga ik jullie laten zien hoe je het proeflapje kan haken en hoe je kan uitrekenen hoe groot het vest moet worden. Nou, dat stukje ga ik alvast uitleggen. Nee, dat ga ik straks uitleggen. Ik ga jullie eerst laten zien hoe je het proeflapje maakt. Nou, dan vouw ik hem even iets meer op. Ik heb per voorkant een herhaling van 6 kabels gemaakt. En voor het proeflapje gaan we een stukje haken met maar 2 kabels. Nou, het patroon bestaat uit een herhaling van 7 steken, plus 5, 4 voor aan de zijkant en eentje hier nog naast. Nou, voor het patroon maakt het niet uit of je 1, 2, 3, 4, 5, 6, nou ja, 7, 12, 15 kabelstroken maakt, als het maar een meervoud van 7 plus 5 is. Het trucje is namelijk wel om ze te laten verspringen. Maar het maakt niet uit of je dat met een even of een oneven aantal maakt. Nou, de kabels hebben we alleen aan de voorkant, niet aan de achterkant. En de achterkant bestaat puur uit toeren van vaste en toeren van stokjes. Nou, de voorkant gaan we het kabelen doen en ik ga in het proeflapje laten zien hoe ik dat doe. Nou, we gaan 2 herhalingen doen, dus dat is 7 plus 7. Plus 5. Dus dat is 19 steken. Nou, ik pak gewoon even een restje garen. Ik geef wel de tip, als je een proeflapje gaat maken, doe het dan van het garen waarvoor je ook het vest gaat maken. Want anders kan je nog niet uitrekenen hoeveel steken je moet opzetten. Nou, we gaan 19 steken opzetten met de lange draadmethode. Dus je maakt een schuifknoop. Ik zal even wat inzoomen. Zo, je maakt een schuifknoop en je gaat dus een meervoud van 7 plus 5 opzetten. In mijn geval 19. Nou, je pakt dit is de draad die naar de bol gaat. Dit is de draad met het losse eind. Je haalt de losse einddraad eroverheen en je pakt de draad van de bol op en heb je 1 vaste opgezet. Dat ga je 19 keer doen. Dus dat is 2. 3, 4. Op mijn YouTube vind je ook een filmpje waarin ik dit heel rustig uitleg. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18 en 1 is 19. Oh, wel goed. Nu gaan we eerst een toer stokjes maken. Dat is de eerste echte toer. Gaan stokjes zijn. Dus dan gaan we 2 keer lossen. Die tellen niet mee als stokje. De keerlossen tellen nooit mee als stokje. Nou, ga je 19 stokjes terughaken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Soms gaan ze wat moeilijk. Te strak de opzet gemaakt. En in principe hoef je eigenlijk nu niet te tellen. Nou, de stokjes die zijn telkens de voorkant van je werk. De teruggaande toer is altijd hetzelfde. En we haken altijd vaste terug.
Nou. In elke steek een stokje. Niet op het trillen van mijn handen letten, want dat komt door mijn medicijnen. Maar ondanks dat probeer ik toch gewoon tutorials te maken. En dit is de laatste. Eén keer lossen. En nu gaan we dus doen wat we elke keer in de teruggaande toer doen, is een vaste in elke steek. Dus in dit geval een 19 vaste. Nou, en hierna gaat het leuke werk beginnen, want dan gaan we starten met de kabels. Of tenminste, dan gaan we de plekken maken waar de kabels beginnen. Aan het eind. Twee keer lossen. We keren het werk. En de keerlossen tellen weer niet mee. Dat vind ik gewoon het mooiste. Nou, we starten met 4 stokjes. 1. 2. 3. 4. Dat is deze zijkant. Nou, we gaan nu nog geen draaiing erin maken. Dus we gaan alle kabels starten. Dan maak je een dubbel stokje. En even goed kijken. 1, 2, 3, 4. Om het 5e stokje maak je een dubbel stokje. Dubbel relief stokje. Nou, gaan we weer doen. 2 keer omslaan. Niet in de steek, maar om het stokje. Dat doen we in totaal 4 keer. Nu komen er 3 stokjes, want steeds tussen de kabels komen 3 stokjes. En dan doen we weer een dubbel stokje. Nou, moet je even goed kijken. Even de steek een beetje uit elkaar trekken. Dan kan je goed zien. Kijk, hierboven zit die steek. Dus we moeten dit stokje hebben. Vind je dat nou lastig om te zien? Dan kan je ook kijken waar je vorige stokje omheen ging. En er 3 tussen tellen. Doen we weer 4 dubbel relief stokjes voorlangs. En als het goed is, hou je nu nog 4 steken over. Nou, daar gaan we weer een stokje in doen. Want de zijkanten bestaan telkens uit 4 steken en niet 3 steken zoals ertussen. Hoppakee. Nu zie je al dat het begin is. Kijk, zeker als je zo kijkt, van de kabels. Nou, 1 lossen. En we gaan vaste terughaken. Dat doen we gewoon in elke steek. En zeker als je zo de kruising gaat maken, dan is het heel fijn. Of tenminste, er zijn de steken soms wat groot aan de bovenkant. En met de vaste maak je ze weer even strak. Dus dan maak je de toer gewoon weer heel netjes. Dus een vaste in elke steek. En de keerlossen tellen niet mee als steek. Hij gaat een beetje krom staan, maar dat kan je zo weer recht trekken. 2 lossen en we keren. Kijk, we kunnen hem gewoon weer recht trekken.
Nu gaan we de verkabeling doen, want we werken van boven naar beneden. Nou, in de ene wel en in de andere niet. Wat ik dan doe, is dat ik een steekmarkeerder even zet in de rij waar ik nu wel ga kabelen. Zeker als je er meer hebt, dan ga je dus in elke rij waar je wel gaat kabelen, dat is om en om, zet ik een steekmarkeerder. Dat is gewoon makkelijk voor mezelf, dan weet ik waar ik ben. Of tenminste waar ik moet kabelen. We gaan 4 stokjes doen. 3, 4. We gaan nu een 3 dubbel relief stokje voorlangs schuin om de derde doen. Nou, 1, 2, 3. Net gingen we recht naar beneden. Nu gaan we schuin. Dus een 3 dubbel relief stokje is 3 keer omslaan. We gaan om de derde heen, pakken de draad op en maken hem af. 3 dubbel relief stokje om de vierde. Drie dubbel relief stokje om de eerste. Je gaat nu dus schuin. Oh, netjes doen. En 3 dubbel relief stokje om de tweede. En die moet je soms even een beetje zoeken. Dan trek ik hem iets uit elkaar of ik duw mijn vinger aan de achterkant nog een beetje tussen. Dit is de tweede. Nou, en hij is nu nog niet zo mooi. Maar als we dan hier een stokje maken, dan zie je dat de steken opzij zakken. Als we zo de vaste terug doen, dan gaan ze allemaal mooi op hun plekje. Nou, we doen 3 stokjes tussen de kabels. En de volgende kabel gaan we recht. Deze gaan we recht. Dus dat is hetzelfde als net een dubbel stok, een relief stokje voorlangs, recht naar beneden. Recht naar beneden. En we eindigen met 4 stokjes. Drie en dat is 4. 1 keer lossen en we gaan de hele toer vaste terughaken. Helemaal vaste terug. Kijk, wat ik net zei was de grotere steken, dat heb je hier. Maar doordat je er vaste in maakt, wordt die gewoon weer netjes. Vaste terug. 2 keer lossen en we keren. Nou, de volgende toer is dat we in alle kabelrijen gewoon recht doorgaan. Dus precies hetzelfde als hier. Nou, dat ga ik eventjes in de versnelling doen. Vervolgens weer een toer met vaste terug. En dan kom ik weer terug om dit stukje nog een keer te laten zien. Ik heb recht doorgehaakt. Nu gaan we weer de kruising maken. Dus we gaan weer 4 stokjes haken. 2, 3, 4. Nu gaan we een 3 dubbel stokje haken om de derde. 1, 2, 3, 4 keer doorhalen. 3 dubbel stokje, dus 3 keer omwinden om de vierde. Kijk,
natuurlijk. En ik pak steeds de lusjes een beetje beet, zodat het heel makkelijker gaat om hem er doorheen te halen. 3 dubbel stokje om de eerste. En een 3 dubbel stokje om de tweede. En een stokje er direct naast. En dat 3 keer. En hier gaan we rechtdoor. Nou, wanneer je 3 keer de kruising hebt gedaan, gaat de kruising verspringen. Dus dan doe je niet een toer met rechtdoor oversteken. Maar dan ga je direct, als je de vaste terug hebt gehaakt, ga je direct de kruising doen. Nou, ik zal het nog even laten zien op mijn voorbeeld. Kijk, hier heb ik 3 keer de kruising. Nou, normaal komt er na de kruising een toer waar je helemaal recht doet. Hier heb ik een toer waar je inderdaad bij de eerste recht doet. En bij de tweede de kruising. Bij de derde recht, bij de vierde kruising. Enzovoort. Nou, dan komt er nog een stukje. Als je het bovenstuk gedaan hebt, dat ik gewisseld heb van kleur. En dan ben ik ook wat gewisseld van patroon, want dan komen er gaatjes in. Dit is het proeflapje. Dan ga ik uitleggen hoe je kan uitrekenen hoeveel steken je moet opzetten en hoe groot je moet beginnen. Voor het opmeten pak je een centimeter en je pakt een lekker zittend vest. Dat werkt vaak het handigste. Wat je ook kan doen is een shirtje pakken wat niet heel strak zit. Nou, je kan het opmeten rond je borst, maar wat je ook kan doen is opmeten bij een shirtje wat al kant-en-klaar is, wat de breedte is onder de oksels en tot de schouders. Nou, als het goed is, is dat ongeveer hetzelfde. Nou, in mijn geval is dat 46 centimeter. Nou, dan moet elk voorpand 23 centimeter breed worden. Nou, en je rondt het altijd af naar ietsjes hoger. Als je de berekening gaat doen met hoeveel steken je moet gaan opzetten. Nou, we moeten 23 steken opzetten. Nou, als je kijkt dat 1 herhaling is dit stukje. Dit is 1 herhaling. 1 kabel met de 3 lossen. Dat is in het geval van mijn proeflapje 4,5 centimeter. En ik pak altijd een kladje erbij. Nou, we willen tot de 23 centimeter komen. Dus dan ga ik eventjes mijn rekenmachine erbij zoeken. Hier heb ik de rekenmachine. Nou, wat ik doe is, ik pak die 23 centimeter, wat een half pand moet zijn. En dat deel ik door die 4,5 centimeter. En dat is dus 5 herhalingen. Nou, er komt nog een zijkantje aan één kant. Dus ik kan het in dit geval afronden naar 5 herhalingen. Nou, 5 herhalingen is 7 steken. Dus als ik doe 5 keer 7 is 35 steken opzetten. Plus die 4 aan de zijkant en die ene aan de andere zijkant is 40 steken voor 1 zijkant. Nou, dat doe ik ook voor de andere zijkant. Het worden 2 langwerpige lappen die je nodig hebt. En de achterkant maak je van het dubbel aantal steken wat je voor een voorpand hebt. Dus in mijn geval 80 steken. Als ik uitga van dit garen. Nou, en daar doe je dus gewoon letterlijk 1 toer stokjes en 1 toer vaste. Zorg ervoor dat je voorkant en je zijpanden even lang zijn. Anders krijg je een scheef vest, dat is natuurlijk zonde.
En dan laat ik later in een ander filmpje zien hoe je het in elkaar zet en hoe je de mouwtjes doet en het boordje maakt. Nou, ik hoop dat jullie mijn beschrijving snappen. Ik wens je heel veel plezier met het haken van dit vest. Nou, ik wil je bedanken voor het kijken en ik hoop tot de volgende keer. Thank you.